Laatst als ze erop hebben ze weer tegen halfweer 3-0 verloren. Hoe hebben ze tegen de wedstrijd aangekeken? De eerste helft vond ik eigenlijk dat het heel goed ging. Pijnlijk, pijnlijk. Een hele goede eerste helft. Er was aanvallend voetbal. Ten opzichte van andere wedstrijden gewoon met de mensen ook eens een keer over de helft heer. Nee, het was niet een muitje te groot. Ze voetbalden niet slecht, maar bij voetbalden ook goed. De bal ging lekker rond. Vooruitspelen, van de verdediging af, uit je eigen 16. Hoe we eigenlijk het halen nog wat moeilijk hebben gemaakt, vind ik. De aansluiting middenveld, het stond goed. De paasjes waren goed, dan kun je verder. Het was echt, ja, schoon voetbal. De eerste helft. En het was net een misverstand tussen Mark en mij. De man gaat naar de bal heer, wij gaan naar de bal heer. Ja, ik denk, Mark pak je, Mark denk ik pak hem. En een jonker zo vriend naar de goal lopen. Ja, dan meld je op hem. Ja, jammer, dat was niet goed. De tweede helft. Nou, ik geloof dat het op hoor. Toen heb ik niks meer te zeggen. Ja, we hebben onszelf een beetje tekort gedaan. Goed gevoel wordt je eerste helft, maar hoe heeft het eraan gelegen dat we 3-0 verloren hebben? In de eerste helft had je hun heel veel balverlies. Het was naar mijn mening in de tweede helft niet meer. Ik heb er even over gedacht, maar eigenlijk is hetzelfde probleem nog steeds. Het is inderdaad toch de conditie, de kracht die er net tekort schiet. Hè? En ik denk dat het de wissels wat ongunstig goed gepakt hebben aan onze kant. Dat door de verdediging eigenlijk minder sterk was. De felheid bij ons die was er niet meer. Ik denk inderdaad dat we in de eerste helft meer bewogen nog. Dus niet alleen free lopen zodat eens een belkje kan passen. Maar de tweede helft was er niet meer. Dus dan zult ze met de bal in de veur en dan moest ze kieken waar ze een kwiekozen. Dus